deze dag. De start van mijn leven, ja, nu is de dag. Ik ga het leven beleven, nu is het begin van een groot avontuur. Wat ik ook doe, je gaat niet om me heen. Ik weet wat ik wil en ik wil het meteen. Want nu is de dag. De start van mijn leven, ja, nu is de dag. Ik ga het leven beleven, nu is het begin van een groot avontuur. Wat ik ook doe, je gaat niet om me heen. Ik weet wat ik wil en ik wil het meteen. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Muzieklokaal. Het programma waar je kunt kennismaken met allerlei soorten regionale artiesten. Vandaag gaan we het hebben over de musical De Drie Musketiers, die binnenkort wordt opgevoerd in Theater De Voorvechten in Hardenberg. U heeft net al een voorproefje kunnen zien van de repetities. De Drie Musketiers wordt uitgevoerd door Muziektheatervak uit Delfzijl. We praten vandaag in de trouwzaal van het oude gemeentehuis in Gramsbergen met Luke Hans, die de muzikale leiding heeft, en met Sjouren Doldersen, een van de hoofdrolspelers. Luco en Sjouren, moet ik eigenlijk zeggen, welkom. Je bent in het dagelijks leven ben jij muziekleraar en pianoles geef je in Drochter Opslagen. En je bent ook dirigent bij verschillende koren. Bij Muziektheatervak heb je de muzikale leiding en begeleid je de repetities van van deze productie, van diverse producties. Mm-hmm. En deze aflevering van Muzieklokaal is gewijd aan de musical De Drie Musketiers. Die wordt uitgevoerd door Vak uit Delfzijl. Ja, Vak Hardenberg heet het eigenlijk. Vak Hardenberg heet het. Ja. Oké. Okay. En Luco, wat betekent Vak eigenlijk en wat is het voor soort groep? Vak Hardenberg is een muziektheatergroep die jaarlijks een musical op de planken brengt. Voor volwassenen en ook jaarlijks voor jeugd. En de naam Vak Hardenberg komt van een tijd geleden. Voormalig Afrese Kunstkring, voorheen Afrese Kunstkring. We hebben gefilmd bij de repetities van De Drie Musketiers. Niet bij de uitvoering zelf, want die komt pas op 23, 24 en 25 oktober in Theater De Voorvecht in Hardenberg. Ja. Het is dus een soort making-of geworden. En een voorproefje van De Drie Musketiers. En ja, waarom heeft Vak gekozen hiervoor eigenlijk en niet voor de registratie zelf van de uitvoering? Ja, het is een preview is een iets laten zien, alvast kleine stukjes van de musical. Dat is onder de aandacht brengen van deze show. Ja. Voor de mensen om in ieder geval naar het theater te gaan. En het geeft ook een leuk beeld, de beelden van de repetitie. Hoe een club als deze aan het werk is en zeg maar nog in die laatste fase zit van hoe het uiteindelijk moet gaan worden. Ja. Kun je het verhaal van De Drie Musketiers vertellen in drie zinnen? In drie zinnen? Ik denk dat ik het in één kan. Nou, vertel. Het gaat,
zoals bijna elke musical, liefde en oorlog. Oorlog. Nou, dat is flauw. In een paar zinnen, de jonge D'Artagnan, ja, vertrekt van de boerderij van zijn vader, uitdrukkelijk tegen de wil van zijn vader naar Parijs, om musketier te worden bij de koning. Krijgt onderweg, maakt vriendschap met Athos, Aramis en Porthos, drie musketiers. En samen gaan zij in dienst van Frankrijk, van de koning, het land Frankrijk verdedigen, zeg maar. Nou, er gebeurt van alles met D'Artagnan. Bijvoorbeeld, Sharon, ik kijk jou aan. Ja, hij ontmoet ook een liefde. Oké. Hij ontmoet Constance. En Constance is het kamermeisje. En zij is goed bevriend met de koningin. En hij ontmoet Constance. En er gebeurt van alles in het kasteel bij de koningin. Want Richelieu, de kardinaal, die probeert eigenlijk de macht van de koning op zich te nemen. En koningin Anne heeft het door. Dit lijkt een beetje op oorlog. Ja, en koningin Anne heeft het door. En die samen met het kamermeisje Constance bedenken ze een plan. Waar zij eigenlijk dat aan jou voor nodig hebben. En die gaat er dan met de musketiers op uit om dus het plan tot uitvoer te brengen. Klinkt leuk. Net niet in drie zinnen, maar toch. Sharon Doldersen, je bent student aan de Hogeschool van Utrecht. Wat studeer je daar precies? Ik studeerde Master Scène. Ik heb net afgelopen jaar de PABO afgerond. Nou, ze willen in het onderwijs willen ze steeds meer leerkrachten met een master en met een specialisatie. En bij de Master Scène ga je dus nog meer specialiseren op zowel het leren van kinderen, gedrag van kinderen, begeleiden. Nou, en daar ga ik een jaar lange de voltijd voor volgen. Je hebt een van de hoofdrollen in de musical De Drie Musketiers. En je speelt de rol van Constance. Wat houdt deze rol precies in? En wat heb je allemaal voor moeten doen om aan deze rol te komen? We hebben in januari hebben wij de audities gehad. Nou, daar heb ik auditie gedaan en daar heb ik de rol gekregen. Bij de auditie moesten we een spel doen en zingen. En heb ik de rol van Constance gekregen. En daar, dat is wat ik net al even kort zei, is het kamermeisje van de koningin. En ook echt de steun en toeverlaat van de koningin. En die ontmoet dus op een dag in Parijs D'Artagnan. Ik wilde er eerst nog niet zoveel van weten, maar gaat er wel aardig wat tussen die twee gebeuren. En dan komt de liefde eigenlijk nog wel goed. Ja. Hoe lang zing je al en hoe lang ben je al betrokken bij de vak? Nou, eigenlijk heb ik tot nu toe alleen nog maar voor mezelf gezongen. Dit jaar heb ik voor het eerst ook meer met zingen gedaan met het passie vooral in Dedemsvaart. En toen begon het bij mezelf ook meer te kriebelen. En ben ik bij vak gegaan en dat is ook echt mijn eerste jaar. Dus het is allemaal nieuw en ik vind het helemaal geweldig. Spannend. Ja, en heel leuk. Ja, leuk. Ja. We hebben alle scènes van de repetitie opgenomen vanaf één kant. Kun je uitleggen waarom dat dit nodig was? Dat is nodig omdat we vinden dat het grote spektakel, dat is toch wel onder meer het decor, zo min mogelijk in beeld moet zijn om het niet alles zeg maar weg te geven. En dat is eigenlijk de reden dat het decor zo min mogelijk buitenschot moest blijven. Vertel eens wat over de voorbereidingen, Luco. Van deze musical kan ik zeggen dat we begonnen zijn vorig jaar, eind vorig jaar, zeg maar begin december. We hebben vorig jaar een hele mooie Evita-productie gehad. En zeg maar een paar weken later beginnen we met de volgende show, Drie Musketiers. Eind december of begin december begonnen. Mm-hmm. Met koorrepetities, ensemble-repetities. Wat Sharon al zei, in januari, februari presentatie naar buiten toe. Audities, dus dan komen de solistenrollen worden verdeeld. Dan heb je eigenlijk een goed beeld hoe de cast eruit gaat zien. Voorbereidingen verder, alles instuderen, dansen worden ingestudeerd. Dit jaar worden er behoorlijk veel, zijn er schermscènes, dus er wordt flink gevochten. De jongens die dat doen, musketiers, die hebben speciaal daarvoor een aantal lessen gevolgd in Zwolle, bij een echte schermschool. En ja, voorbereidingen, dat is het, denk ik, zo'n beetje. Het is een heel proces wat bijna een jaar duurt. De vak is een vereniging met fantastische amateurs. En hoe komt het dat jullie dan zo'n professionele
musical op het podium mogen brengen? Een musical op het podium brengen is niet alleen voorbehouden aan professionals. Het is zo dat deze show, denk ik, in 2001, geloof 2001, professioneel geweest is. Dan zijn de rechten vrij, die komen vrij. Dat betekent dat je als vereniging of als muziektheatergezelschap een musical kunt brengen. Stel voor dat deze musical volgend jaar opnieuw professioneel zou worden uitgevoerd, dan was de kans groot dat de rechten nu nog niet vrij waren. Hoe is het voor jou om met deze groep enthousiaste amateurs te werken? Geweldig. In één woord geweldig. En ik voel me daar gewoon ontzettend bij thuis met jonglui. Ook de begeleidingsband, het orkest, waar ik inmiddels één keer mee gerepeteerd heb. Echt allemaal jonge mensen en het is ontzettend fijn werken. Hoe is de verdere rolverdeling bij de Drie Musketiers, Sharon? Richelieu, grote rol, wordt gespeeld door Freek van der Heijden. Ja. En My Lady wordt gespeeld door Linda Hispelink. Koningin wordt gespeeld door Astrid Wenke. En de koning door Kees van der Streek. En even denken, de Lord Buckingham. Door Harry Bijker. Porthos wordt gespeeld door Henk Kok. Zo. Aramis door Hans van Eck. Ja. En Athos wordt door Peter Kip. En D'Artagnan wordt gespeeld door Boudewijn Kok. Ja. Sharon, wat doet zingen met jou? Ja, ik vind het heerlijk. Ik vind het nu helemaal door... alles valt nu op zijn plek, omdat we nou toch wel aan het einde aan het toewerken zijn. En het valt gewoon... Je maakt samen zoiets moois en het is heerlijk om daar je aandeel te doen. Je wil het zo graag goed doen. En ik vind het gewoon echt heerlijk om te doen. Ik geniet ervan. Wat vind je nou een moeilijke scène in deze musical, Sharon? Alsof er makkelijke scènes zijn. Ja, het is een heel complex verhaal. Er zijn heel veel verhaallijnen. Ja, moeilijke scènes. Het is voor mij allemaal nieuw, dus ik moest sowieso heel erg wennen aan... Of wennen, je moest het leren kennen. En ja, moeilijke scènes. Vooral heel leuk. Ja, dat. Gaan we in de toekomst nog meer iets van je horen op zanggebied? The Voice of Holland. Nou, dat weet ik nog net niet. Nee, ik vind het heerlijk om bij deze club te zingen. Het is net mijn eerste jaar, dus ik denk dat ik hier nog wel even blijf plakken. En ik, Maar als je wordt gevraagd om mee te doen, te auditeren met The Voice of Holland? Ja, dat zou ik nog wel even gaan kijken. Dat dacht ik. Dat denk ik wel, ja. Luco, eigenlijk toch wel de brandende vraag voor jou, de laatste vraag. Wat zou je nog graag tegen de kijkers thuis willen zeggen? Als je deze show niet gaat zien op 23, 24 en 25 oktober in de Voorvechter Hardenberg, dan ga je heel wat missen. Ik voel me enorm aangesproken dat je dit zo zegt. Nou, dan tref ik je daar. Ik beloof, ik ben erbij. Ik hou je eraan. Goed. Luco, Hans, bedankt dat je bent gekomen naar deze locatie. En natuurlijk ook Sharon Doldersum ook. Bedankt. Ja, hetzelfde. Voor jullie komst. Natuurlijk heel veel succes. Dank. En we gaan nu verder kijken naar de repetities van de Drie Musketiers. Ik ben onderweg naar Parijs. Nee, ik heb vandaag de hele dag gereden met mijn paard. Hé, mijn paard? Ze hebben mijn paard gejat! Geef mijn paard terug! Een smerig oud wijf. Ze komt overeind in haar stinkende kleren. Met de pest in haar lijf en haar voeten vol zweren. Ze trekt een grimas om de pijn te maskeren. Want flink is ze wel, maar hij... Denkt ze haar kinderen, de mannen en vrouwen, die wel bij haar wonen, maar niet van haar houden. Die hart en gehuid zijn, maar nooit te vertrouwen, precies zoals zij. Ik ben D'Artagnan, zwaar beledigd.
Deze flagrante schending van mijn eer dient uitgevochten te worden. Denkt u wel? Maar mijn vader heeft mijn bodem verliezen. Oh, dus ik ben de gelap ook. Lam! Kom maar op! Oh, niet hier! Dat is niet gepermitteerd. Morgenochtend, 6 uur, Karmelietje Klooster Luxemburg. Morgenochtend, 6 uur in Luxemburg. Waar is dat? Van je hart zal je nooit willen ruilen. Want je mag bij haar schreeuwen en lachen en huilen. Ze opent haar armen en daar mag je schuilen. Zijn kindje verdriet, waar hij is. Hey, vertel het! Pak ze je beter dan je verloren. Want ze luistert je naam. En ze hijgt in je oren, je zelf in haar armen en je wordt weer geboren. Wat heb je haar lief, Parijs. Parijs, 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 Parijs. Altijd hier door dag en nacht. Parijs, 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 Parijs. Altijd weer anders dan je dacht. Van Parijs. Sta me toe en sta me bij, o Heer, o Heer. Ik betreed uw veilig huis en vereer het heilig kruis, o Heer. Ik leef celibatair voor u, mijn Heer, o Heer. O Vader, sluit mij in uw heilig hart. Ik ben uw kind, uw knecht, ik ken de ware leer. Maar waarheid is nooit wit of zwart. O Heer, ik zoek naar zekerheid en uw alwetendheid, o Heer. Ben uw aardse zoon, o Heer, wees mijn gids en mijn kompas, mijn Heer, mij samen tegen Lucifer. Red met mij het mensenras, o Heer, en wees voor mij die ene ster. Wijs mij, uw trouw soldaat, de juiste wegen, Heer. En strijd met mij tegen de hugenoot. Voor deze oorlog vraag ik om uw zegen, Heer. Ik vecht met u tot in de dood. Kijk, majesteit, de kwestie is deze. De hugenoten in ons land hebben een bolwerk opgetrokken bij de havenplaats La Rochelle. Die protestanten krijgen steeds meer macht. En nu hebben zij ook nog de steun aan Engeland gevraagd. Maar wat heeft dat met mij te maken? Majesteit, ik verzoek u om contact te zoeken met de Engelse premier. Contact met Buckingham? U schrijft hem een brief waarin u hem dringend verzoekt om met onmiddellijke ingang zijn steun aan de hugenoten te staken. Acteren! Acteren! Acteren. Wat ik daarmee bedoel is dat je inzakt. Op dat moment zie ik alles misgaan. Stoelen vergeten, verkledingen, zie ik mensen drentelen. Ik zie heel veel mensen. Dat moet ook gezegd worden. Heel veel mensen. Doorhebben. Oké, dit was mijn laatste opkomst. Nonnekui, jurk aan, bot en door. Ik zie heel veel mensen. Oh ja, die zijn te laat. Welkom mensen, kom erbij, welkom. Ja, schuif van harte aan, ja, welkom. Schuif me dichterbij aan, kom erbij. Ja, juist. Welkom, brave burgers, hier op dit Parijsplein. Het is mij een groot genoegen om dit jaar uw gast te zijn. Zijn er actuele vragen, dan beantwoord ik die vraag. Met dat scherts en met dat stoel, de kleine haven van Calais, al aan de kust. Want daar ligt een schip te wachten, wat hem brengt haast zonder rem. Naar de krijt, de rotte van Dover en het haar.
Thomas van Buckingham. Engeland? Wat wilden ze daar nou weer? Ik heb horen zeggen dat zij op een geheime missie zijn in opdracht van Corrie en Anne. Samenscholingen zijn streeks! Oh! Oh! Ja! Ben ik dat? Godslastering! Hoor ik daar een stem uit de hemel schallen? Ach, het is de kardinaal. Ik had u niet herkend. U doet natuurlijk zo uit de hoogte, omdat u dan dichter bij de hemel bent. Ik waarschuw u. Neem me niet kwalijk dat ik zo vrij tegen u spreek. Al praat, maar u bent altijd zo stijf, dus mag dat wel van het celibaat? Ja, celibaat. Maar ondertussen wordt het volk genaaid. Ach, kijk daar. Een hugenoot in het wild. Arresteren. Als jonge vrouw werd ik door een priester gedwongen tot onzedigheid. Geschonden door de kerk werd ik vervloekt en door niemand meer bemind. Ik trouwde, maar mijn huwelijk ging stuk door die zonde uit mijn meisjestijd. En toch blijf ik geloven dat de ware liefde wint. Ik had niet veel te kiezen, want men koos voor mijn man, die ook nog koning was. Ver weg van mijn familie moest ik leven in een vreemd, vijandig land. Ik probeerde te behagen en was blij met elke kus die mijn beloning was. Waarom houdt hij mij op afstand en weigert hij mijn hand? Kies voor de liefde in je leven. Kies met je hart, niet met je hoofd. Je kunt het wonder pas beleven als je in wonderen gelooft. Ik heb mijn leven lang geweten, de liefde is er ook voor mij. Ik weet nog niet hoe hij zal heten, maar vanaf dan is het ons en wij. Constance, Constance,
Dat was het dan voor deze week. Bedankt voor het kijken naar Muzieklokaal met de making-of van de musical De Drie Musketiers. Deze week stonden de leden van de vak uit Delfshaven in de schijnwerpers met de dirigent Luke Hans en Sharon Doldersum. Volgende keer hebben we weer een interessante artiest voor u uit deze regio.